Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer. Met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Ik hoop het. Kajoe kon niet wachten tot het voor het eerst ging sneeuwen deze winter. Elke ochtend hoopte hij dat het al zover was. Weer geen sneeuw. Hij wist dat hij gewoon nog wat geduld moest hebben. Maar dat was moeilijk. Hij wilde in de sneeuw spelen. Nog steeds geen sneeuw. De hele ochtend keek Kajoe of het misschien toch nog ging sneeuwen vandaag. Nog steeds geen sneeuw. Maak je niet druk, Kajoe. Ze voorspellen dat het vandaag gaat sneeuwen. Je moet gewoon wat geduld hebben. Soms is ergens op wachten het moeilijkste dat er is. Kom op, Gilbert. Je kunt het wel. Spring, Gilbert! Kajoe probeerde Gilbert een nieuw trucje te leren. Maar Gilbert had geen interesse. Kom op, Gilbert. Je kunt het. Ga liggen, Gilbert. Ga liggen. Blijf. Gilbert! Wat is er, Kajoe? Het sneeuwt! Het sneeuwt! Oh, wat zijn sneeuwvlokjes toch mooi? Mama, mag ik buiten spelen? Natuurlijk mag dat. Ja! Kajoe kon niet wachten om naar buiten te gaan. Oh, je hebt je schoenen verkeerd om aan. Zo loop je toch niet lekker? Ik loop wel als een eend. Kwek, kwek. Ik ga zo een sneeuwpop maken. Om een sneeuwpop te maken heb je wel wat meer sneeuw nodig. Kajoe wist dat mama gelijk had. Er was niet genoeg sneeuw voor een sneeuwpop. Maar hij kon wel een sneeuwengeltje maken. Kajoe zat te denken aan wat voor een sneeuwpop hij wilde maken als er wel genoeg sneeuw zou liggen. Kajoe wilde de allergrootste sneeuwpop ooit maken. Wauw! Maar ik moet eerst wachten tot er genoeg sneeuw ligt. Kijk, ik kan sneeuwvlokjes vangen. Ik kan vast veel meer sneeuwvlokken vangen dan jij. Oh,
dat elk sneeuwvlokje anders is? Ze zien er wel hetzelfde uit. Ze zijn te klein om het echt goed te kunnen zien. Wacht even, ik ben zo weer terug. Caillou wist precies wat hij nodig had om naar kleine dingen te kunnen kijken. Een vergrootglas. Dat is een goed idee. Ze vallen veel te snel. Caillou, snel! Caillou vroeg zich af hoe ze ooit naar een sneeuwvlokje konden kijken als ze zo snel smolten. Kijk, daar blijven ze plakken. Ze zijn echt verschillend. Het klopt. Ik zei het toch? Hé, zullen we onze eigen sneeuwvlokjes maken? Hoe dan? Kom mee, dan laat ik het zien. Sarah had op school geleerd hoe je papieren sneeuwvlokjes kon maken. Dus liet zij aan Caillou zien hoe je dat moest doen. Eerst pak je een wit plaatje en dat vouw je tot een klein vierkantje. Ik wil ook spelen. Dan pak je dus een schaar. Rosie, ook een schaar. Nee, Rosie, jij bent nog te klein. Waarom teken je niet wat sneeuwvlokjes voor ons? Rosie sneeuwvlok tekenen? Want scharen zijn voor grote kinderen, zoals Sarah en ik. Wat moet ik nu doen? Eerst knip je voorzichtig alle hoekjes af. En dan kan je nog allerlei verschillende vormpjes knippen. Dan vouw je het blaadje open. En tada! 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 Heel mooi, Rosie. Caillou was trots op zijn sneeuwvlokje. En er viel hem iets heel speciaals op. Kijk, ze zijn verschillend, net als echte sneeuwvlokken. Gilbert, kijk, hebben we zelf gemaakt. Blijkbaar was het Caillou dus toch gelukt om Gilbert een trucje te leren. Caillou schiet. Hij scoort. Oh. Caillou hield van schaatsen. En vooral als hij heel hard kon schaatsen. Kijk eens hoe snel ik kan schaatsen. Wauw, jij bent nog sneller dan een raket. Wauw. Oepsie doepsie. Oepsie doepsie. Caillou wist nog goed dat hij ooit ook zo stuntelig op zijn schaatsen stond als zijn zusje. Hij was heel erg trots dat hij nu zo super goed kon schaatsen. Hoi Billy. Hoi Caillou. Caillou keek graag toe als de grote kinderen gingen ijshockeyen. Ze gingen zo snel. Hij wilde net zo zijn als zij. Wat vind je, jongen? Genoeg geschaatst? Heb je zin in warme chocolademelk? Papa, mag ik ook ijshockeyen? Oh, nou, dat weet ik niet hoor, Caillou. Ik ben al groot genoeg en ik kan goed schaatsen. Ik ben zo snel als een raket. Ja, dat klopt. Maar volgens mij ben je nog niet groot genoeg voor het team. Dan speel ik toch met Billy? Tja, vraag het maar. Billy! Mag ik een keertje met jou ijshockeyen? Alleen als je er zin in hebt. Tuurlijk, we hebben gewoon een beetje lol. Je mag meedoen wanneer je maar wil. Bedankt, Billy. Nou, dan moet je straks wel de goede uitrusting hebben. Krijg ik een echte ijshockeyhelm en handschoenen net als Billy? Ja, zeker. En ook een stick niet te vergeten. Ja! De volgende dag ging Caillou met papa naar de sportwinkel om ijshockeyspullen te kopen. Dit zijn de tweedehandsspullen. Als kinderen te groot worden voor hun uitrusting, dan wisselen ze hem om voor een grotere maat.
Kijk, papa. Iets te groot. Hier, probeer deze. Veel te klein. Precies goed. Dat doet geen pijn, papa. Mooi. Hier, probeer deze eens aan. Kom mee, ik wil het aan mama en Rosie laten zien. Wacht eens even. Vergeet jij niet de twee allerbelangrijkste dingen die je nodig hebt? Ik moet nog een stick en een puck. Papa vond een ijshockeystick, maar die was veel te groot voor Caillou. Dus de man van de winkel zaagde hem af op precies de juiste lengte. En nu had Caillou alles wat hij nodig had om met Billy te ijshockeyen. Hij had er zoveel zin in. Dit is mijn ijshockeystick en mijn handschoenen en... Gilbert, daar pas je toch niet in? Wat zie je er stoer uit, Caillou? Je kunt op mijn hoofd kloppen en dat doet helemaal geen pijn, Rosie. Caillou hoofd hard. De volgende dag leerde Caillou van papa hoe hij de puck moest slaan. Ja! Dat was echt een heel goed schot, Caillou. Heel goed, jongen. Die middag kon Caillou niet wachten om het ijs op te gaan. Hij wist dat hij klaar was om met de grote kinderen te spelen. Rustig aan, hè, Caillou. Denk eraan, ijshockeyen is niet makkelijk. Hé, hey, Caillou. Oeh. Papa had gelijk. Het was moeilijker dan Caillou van tevoren had gedacht. Ze zijn heel goed, vind je niet? Ja, ze zijn veel te goed. Ik wil nu liever niet meer spelen. Hey, Caillou. Ik vond dat je het heel goed deed voor de allereerste keer. Weet je, Billy en zijn vrienden spelen al veel langer dan jij. Misschien wel, ja. Ik heb hier iets voor je. Deze was van mij toen ik jong was. Wauw, bedankt papa. Hij is nog een beetje groot. Tegen de tijd dat je hem past en als je goed blijft oefenen, ben je vast ook net zo goed als Billy en zijn vrienden. Echt waar? Reken maar. Nou, ik denk dat ik de perfecte plek weet om te oefenen. Caillou vond het heerlijk om bij Leo thuis te schaatsen. Hij had zijn eigen ijsbaan in de achtertuin. Nu sla jij hem weer naar mij. Caillou vond het fijn om met zijn beste vriend te oefenen. Hij wist dat ze samen beter zouden worden. Schiet! Hij scoort! Na een assist van Caillou. Die avond was Caillou heel erg moe van al het trainen. Maar hij was heel blij. Hij wist dat op een dag, als hij groot genoeg was voor het shirt van zijn vader, hij een heel goede ijshockeyspeler zou zijn. Geef niet zomaar op,
Zorg dat je oefent elk seizoen. Elke dag, elke dag, elke dag weer, totdat je kunt wat je wilt doen. Ik weet nog heel goed, schaatsen was wat ik wou. Dus ik oefende elke dag maar weer, tot ik als beste schaatsen zou. Oefenen moet je steeds met een lach. Oefenen moet je elke dag. Oefenen moet je geen haastige spoed. Want als je dat blijft doen, komt het goed. Voetbal spelen is zwaar. Echt wel? Toch doe je altijd goed je best. Dat klopt. Oefen elke dag weer. Dan straal je net als de rest. Oefenen moet je steeds met een lach. Oefenen moet je elke dag. Oefenen moet je geen haastige spoed. Want als je dat blijft doen, komt het goed. Want als je dat blijft doen, komt het goed. Caillou gaat sleeën. Caillou was heel erg vrolijk deze ochtend. Hij kon niet wachten om naar de peuterschool te gaan. Jij hebt vandaag veel zin om naar school te gaan, Caillou. Vandaag gaan we op school sleeën. En moet je dan je eigen slee meenemen? Ja, ik wil mijn groene ruimterijder meenemen. Oh, Caillou, waarom vertel je me dit nu pas? We moeten al gaan. Weet je dan niet waar mijn slee ligt? Nee, niet precies, nee. We zijn dit jaar nog niet gaan sleeën, maar we gaan zoeken. En snel. Mama en Caillou keken in de kelder. En ze keken onder de trap. Ze keken zelfs op zolder, maar ze konden de slee van Caillou echt nergens vinden. We zullen je slee vanavond wel vinden. Maar hoe moet dat vandaag dan? Het spijt me, Caillou, maar we moeten nu gaan. Misschien is er nog een extra slee voor je op school. Kom, we gaan naar buiten. Caillou was verdrietig dat hij zijn slee nog niet had. Er zijn geen extra sleetjes, Caillou, maar ik weet zeker dat iemand zijn slee met je zal delen. Tot straks, Caillou. Probeer te lachen, lieverd. Het zal vast leuk worden. Dag, mama. Oh, wow. Kijk al die sneeuw. Wauw. Ik kan niet wachten om naar het park te gaan. Heb je je groene ruimterijder mee, Caillou? Nee, we konden hem niet vinden. Dan neem je die van mij. Gaan we om de beurt. Bedankt, Leo. Maar ik wil zo graag mijn eigen slee. Komen jullie jongens, het is tijd om te lunchen. Ga je dat nog opeten, Jason? Ben je klaar met eten? Ja. Fijn, wil je even met me meelopen? En, wat vind je? Het is gewoon een lege doos. Nu nog wel, maar ik denk dat je er wel iets anders van kunt maken. Wat dan? Een echte slee. Een echte slee? Ja, sleetje rijden met een doos deden wij vroeger altijd. Sommige gingen supersnel. Is het goed als ik hem een beetje ga versieren met kleurtjes? Wat een goed idee. Je vriendjes willen je vast wel helpen. Caillou deed heel erg zijn best op de versiering van zijn doos. Hij wilde dat hij er prachtig uit zou zien. Wil je dat je slee lijkt op een raceauto, Caillou? Nee, ik wil dat die lijkt op een bobslee die ik zag op tv. Groen
betekent gaan. Helemaal klaar. Ik vind hem fantastisch. Ja, hij gaat vast wel 100 kilometer per uur. Zoom! Ik hoop het wel. Bedankt dat jullie me hebben geholpen. Wat? Ik weet niet precies waar meer verf op zit. Deze slee of jullie gezichtjes. Nu snel opruimen, jongens, want het is tijd om naar het park te gaan. Toen Caillou en zijn vriendjes in het park aankwamen, deden ze allerlei leuke spelletjes in de sneeuw. Wie heeft er zin om lekker te gaan sleeën? Ik! Kom mee, waar wacht je nog op, Caillou? Stel nou dat mijn slee niet kan sleeën. Juf Martin zei dat het kon. Kom op, wie het eerst bovenop de heuvel is. Is iedereen klaar? Ja, Caillou? Ik ben klaar. Klaar voor de start? En af! Kijk uit allemaal! Wow! Jij ging het allerverste! Mag ik alsjeblieft ook een keertje op jouw slee, Caillou? Ik wil ook een keertje! Tuurlijk! We gaan allemaal om de beurt! Ja! Caillou was trots op de slee die hij had gemaakt. En hij was blij dat hij groot genoeg was om hem met al zijn vrienden te delen. Ha 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 ha!